In de serie Vakwerk vertellen bevlogen makers over hun ambacht. In Spanbroek heeft Kalle zijn reparatieatelier voor horloges. Een eeuwenoud ambacht in combinatie met moderne technieken en een rijkelijke dosis passie. Voor dit vak heb je echt wel een vaste hand nodig, oog-handcoördinatie, de rust om aan horloges te werken. Ik denk dat ik zelf niet dit vak had kunnen uitoefenen toen ik begin 20 was bijvoorbeeld. Ik miste de rust, want mijn gedachten knallen alle kanten op. En nu vind ik het heerlijk om die kleine mechanische puzzeltjes op te lossen. Dat is prachtig. Het is een vintage horloge, polshorloge. Enorme emotionele waarde voor de klant, overleden vader. En deze ligt al jarenlang in een laadje. Het is een mechanisch horloge, dus heeft onderhoud nodig. Dus deze was stuk. En nu gaan we gewoon kijken wat er aan de hand is. Deze heeft eigenlijk te lang geen onderhoud gehad. Voor de rest prachtig uurwerk. Misschien kan je het zien dat hier al wat schuurplekjes zitten. En als ik hem zo draai, is al zichtbaar dat er heel veel speling zit op de rotor. Dit is de rotor en dat is een gewichtje en die gaat heen en weer met de beweging van de pols en die wint het uurwerk op, waardoor het nauwkeuriger loopt. Horlogeonderdelen zijn natuurlijk echt heel erg klein. Dus je moet je ook echt wel concentreren op wat jij aan het doen bent. Als er een onderdeeltje kwijtraakt, ja, dat kan gewoon niet. Elk onderdeeltje heeft een eigen functie. En is ook echt nodig om het horloge weer goed te laten lopen. Dus je moet opgeruimd zijn, rust hebben. Avondje van tevoren een feestje. Dan gaan we polijst of administratie doen. Maar dan gaan we niet aan horloges werken. Dat kan gewoon niet. Dan pak ik een spiraaltang met plastic bek, carbon. Dus dan maak ik geen krasjes op het onderdeel. En dit is het gaatje wat is uitgesleten. Dat moeten we straks weer mooi gaan maken. Uurwerken zijn 200 jaar eigenlijk amper veranderd. En daardoor, als je inzicht hebt hoe een horloge werkt, begrijp je ook eigenlijk elk uurwerkje wat er voor je ligt, van wat er gebeurt en ook waar het fout gaat. Deze kast hebben we over kunnen nemen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, van de archeologieafdeling. En omdat het hout is, worden de onderdelen worden niet vochtig. Nou, het simpelste uurwerkje bestaat ongeveer uit 75 tot 80 onderdelen. Er zijn dus echt heel veel verschillende soorten onderdelen in verschillende merken, in verschillende modellen. Nou, deze drie, ze is maar één uurwerkmaker. En die hebben allemaal verschillende modellen. En die zijn allemaal gerubriceerd. Dus zelfs als het onderdeeltje versleten is, is een grote kans dat we hem op voorraad hebben. Als de onderdelen er niet meer zijn, nou, met die oude machines kunnen we alle onderdelen nog namaken op de authentieke manier. Dus het moet eigenlijk wel heel raar gaan als we klanten niet kunnen helpen om een uurwerkje weer goed te krijgen. Straks, het maken van nieuwe onderdelen gebeurt met hele oude machines. In Spanbroek repareren Kalle en zijn collega's niet alleen horloges, ze maken ook onderdelen zelf. Een minutieus werkje. Nou, dit is het gedeelte waar we echt horloges repareren. Een heel klein stofje kan een uurwerkje al stoppen. Dus we dragen allemaal witte jassen. Stofjassen, dat betekent dat de vezeltjes van onze kleding binnen blijft en niet rond gaan zweven. Ik kan het natuurlijk niet in mijn eentje, want we hebben een heel team hier. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Ook opleidingen gevolgd. Elmar hebben we zelf opgeleid. En die had direct al groot talent voor mechanische uurwerkjes. En kwarts vooral. Edwin die is ook in Zwitserland geweest voor de opleiding. Dus met z'n allen zijn we hier horloges aan het repareren. We hebben hier heel veel oude machines, omdat we op de authentieke manier authentieke onderdelen willen maken. Dit is bijvoorbeeld Dikke Bertha uit 1959.
tot op de duizendste nauwkeurig. Dat betekent 1 millimeter, daar zitten 1000 streepjes tussen. En per streepje kunnen we bepalen waar het gaatje komt. Omdat we dat ook zelf willen uitlezen, hebben we daar een camera op gezet. En dit boordje van 0,3 millimeter zie je daar in beeld komen. Dus op die manier kunnen we exact bepalen waar een gaatje komt. En zo kunnen we zelf ook zelf onderdelen maken. Wij vinden het belangrijk dat de kennis overeind blijft van hoe werd vroeger al een horloge gemaakt, uurwerkonderdeeltjes. En dat willen we nog steeds, dat de leerlingen die hier komen een machine kunnen bedienen en niet een computerprogramma schrijven over hoe je een onderdeeltje maakt. Nee, voelen en ervaren hoe het met de oude machines authentiek gedaan werd. En dat is het ambacht. En die kennis mag niet verloren gaan. Dat is echt heel erg belangrijk. Als klanten hier binnenkomen met een horloge, ja, de meeste horloges hebben een verhaal. Het is allemaal veel vintage horloges. Eerste loon, overleden ouders, afstuderen. En ja, horloges die slijten allemaal op een eigen manier. Dus als ik hier sta van, oh ja, ik zie het al, dat wordt hartstikke duur. Dan denkt de klant, ja, dat zou ik ook zeggen. Dus om de klant zoveel mogelijk inzicht te geven van wat er hier gebeurt, leggen we bij binnenkomst het horloge al onder de camera hier bij de balie. En de klant kan zelf meekijken van de staat van het uurwerk, wat eraan moet gebeuren. En ja, zo kunnen we gewoon duidelijkheid geven over wat wij doen en wat de klant verwacht. Uurwerktechniek is grotendeels ook geschiedenis. Eerst de draagbare uurwerkjes zo'n beetje rond 1500. Maar de techniek is al veel ouder. We beginnen daar bij Archimedes in de hoek. We hebben hier een soort eregalerij van allemaal mensen die iets betekend hebben in de uurwerktechniek. Na de hele eregalerij als laatste is mijn dochter Anna. En die hangt er ook nog tussen. Sowieso veel te weinig vrouwen in deze hele geschiedenis. En ja, de nieuwe generatie die moet er wel aankomen. Want de vergrijzing is enorm in het vak. Dus we moeten heel hard mensen gaan opleiden voor dit mooie ambacht. Dit is het uurwerkje waar we vanmorgen mee begonnen. Nog steeds veel te doen. We gaan hem volledig demonteren. Maar zoals ik het nu zie, geen rampzalige dingen. En met dit uurwerkje hebben we zoveel ervaring. Dit komt altijd weer goed. Een leerling van ons heeft wel eens gezegd van horloge maken, dat is puzzelen met nut. In plaats van dat je een kruiswoordpuzzel aan het eind van de dag klaar hebt, heb je nu gewoon een mooi lopend uurwerkje. Zo is het eigenlijk wel.